Hallo vriendelijke vrienden van het goede leven. Ik heb eigenlijk geen idee of jullie me goed kunnen horen. Kunnen jullie mij goed horen? Dat zou ik heel fijn vinden namelijk. Maar als dat niet zo is, dan moeten jullie het even zeggen. Ik hoor je alleen in een linkeroor. Links wel, rechts niet. Wacht, wat? Ja, weet je wat het is? Ik heb nog... morgen komt mijn plopding binnen die ik erop ga zetten. Dus als ik heel erg adem, dan komt het een beetje daardoor. Ik hoor je links. Oeh. We horen je... Is het een fopje of is het echt zo? Heb je verschillende standen op je mic? Wacht even hoor. Moet ik gewoon... Zet eens even... Wacht even. Misschien heb ik iets verkeerd ingesteld. Oh nee, wat heb ik nou gedaan? Ah! Stay where you are. Bericht Daniel, die fixt het wel. Je stem klinkt zoet in mijn linkeroor. Nou, ik heb nog geen DBX, dus het klinkt nog niet echt fantastisch. Want de DBX is 3 weken uitgesteld. Dus voor de mensen die nu schrikken van... Saar, het klinkt niet per se heel veel mooier. Dat komt omdat ik gewoon... omdat ik nog geen DBX heb. Maar dat ik nu in stereo ben, vind ik wel heel, heel erg vreemd, jongens. Oh nee. Oh nee. Single channel. Oké, kan ik dit fixen? Ik ga een knopje indrukken. Dit gaat denk ik niet werken. Ik weet dat ik dit kan indrukken, maar misschien... Kijk hoor. Ik heb hier een kek paneeltje. Ik hoor je ook alleen links. Ik dacht dus eerst dat het mijn oor... Oh, wacht. Wacht, misschien... Wat zat hier ergens een dingetje? En nu? Ik heb aan een pieletje gezeten. Ik heb aan een pieletje van deze mic gezeten, maar ik heb geen idee. Ik hoor rechts muziek en links je eigen audio. Oké. Ik probeer dit te fixen. Ik ga heel eventjes iedereen gedag zeggen. Ik hoor je alleen links. De muziek is wel gewoon stereo. Dit is super raar. Oké, ik ga even een berichtje sturen. Reageer nou. Hey Jochem. Ik ben Jochem van je Discord. Ik heb een andere naam. Alles nu weet je nog de jongen. Ik wil een date met je. En alles. Dat ben ik. Goed verhaal. Stop met praten en fix het. Niet zo commenteren. Want dan... Ja, dan word je geband, weet je. Ik ga even een berichtje sturen naar iemand die dit wel weet. Jongens, ik heb even een vraagje. Even gewoon in de Korok app, want ik ben nu live. En ik heb net zo'n audient ding, zeg maar, en een nieuwe mic. Maar mensen horen me alleen links. Of ik word gefopt, maar ik denk het niet. Hoe kan ik dit fixen? Waarom horen ze me alleen maar links? Oké, hopelijk gaat iemand... Ja, Rutger, dat, ja. Waarom horen jullie mij alleen maar links? Was jij niet 2 weken geleden teruggevallen met de fiets naar het uitgaan? Dat klopt, Winnie. Dat klopt. Daar heb ik nog steeds een beetje last van. Links en rechts. Het is echt alleen links. En stuur eens even een foto via DM. Ik kan je wel even helpen. Oh ja, ik vind het zo vervelend om alle dingen aan iedereen te vragen. Dan sta ik niet voor lul of zo. Xander. Waar kan ik het bij Daniel droppen? Kan ik het ergens bij Daniel... Goeie koptelefoon. Oh, nice. Ik hoor je alleen maar rechts. Ja. Oh, misschien heb ik het in OBS niet goed ingesteld. Dat zou kunnen hoor. Wacht, let me checken. Dat ik iets per ongeluk heb aangezet in OBS. Audio. Nee, dat staat wel gewoon... Geavanceerd. Standaard. Mono. Kan ik dat ergens aanklikken? Wacht, misschien dit?
Ik ga zo al jullie berichtjes lezen. Ik wilde heel even fixen. Ik wilde heel even snel fixen. Als je rechter muisknop op het wieltje klikt bij je mic. Ja, blub, ja. En dan... geavanceerd. En dan... oké. Oh, mono. Oké, ik heb het aangeklikt. Werkt het nu? Ik heb mono. Ja, werkt het? Oké, top, dames en heren. Wat leuk dat jullie alsnog met 117 man er zijn. Het is, welke dag is het vandaag? Het is vandaag dinsdag. En ik heb denk ik sinds donderdag, vorige week donderdag niet meer gestreamd. Dan ben ik altijd een klein beetje bang dat ik jullie allemaal verlies. Dat jullie mij allemaal vergeten zijn. Maar gelukkig is dat niet zo. Hij moet ietsje luider. Nou, dan zet hem ietsje luider. Volgens mij zet ik hem zo ietsje luider. Het klinkt inderdaad nog niet super... Nee, ik moet het nog fixen. ik moet het allemaal nog fixen. Maar goed, anders moet ik nu weer mijn oude mic aansluiten. En dat is ook weer een beetje een ding. Dankjewel, Tessleet. Lekker pyjamaatje is dit toch? Wat voor klok heb je achter je? Die wil ik ook. Het is een hele oude klok van... dankjewel, Tijnt. Voor dat subje. Och, nieuwe mic. Dankjewel, lieve Tijnt. Super, super lief. Ja, nogmaals, hij gaat echt nog veel beter klinken. Ik heb hem echt net aangesloten. Ik dacht, ik ga gewoon... Het klinkt wel wat hol. Ja, ik moet hem echt nog helemaal gaan instellen. Dus vandaar dat hij... Ik heb toch die DBX niet. Het gaat heel pretty klinken, maar het klinkt nu misschien iets minder pretty dan normaal. Omdat ik mijn andere oude USB-mic gewoon goed had ingesteld. En deze nu even niet. Maar goed... we gaan vandaag wel live en ik was een verhaaltje aan het vertellen over dat ik vorige week donderdag voor het laatst live was. Ik had wat dingetjes te doen en daarna heb ik natuurlijk een tweet eruit gegooid dat ik me niet zo lekker in mijn vel zat. Dat is helaas nog wel een klein beetje het geval, maar ik vind dat ik transparant moet zijn naar mijn kijkers. Als het eventjes niet lekker gaat, dan moet je het ook gewoon zeggen. En dat doe ik nu bij deze ook. En ik wil gewoon heel graag streamen, want ik word wel heel erg blij voor jullie. Dus vandaar dat ik er alsnog heel laat op de avond ben. Ik heb echt zitten strijden om de mic goed in te stellen. Ondanks dat hij misschien niet helemaal perfect klinkt vanavond. heb een klein beetje begrip voor me. Echt een hele leuke pyjama. Dankjewel, Blooming Dragon. Ik ben ook heel erg benieuwd, hoe gaat het met jullie? Gaat het een beetje lekker met jullie? Ik heb op zich wel een leuk weekend gehad. Want ik heb een feestje gehad. En dat was op zich wel leuk. En ik ben naar Walibi geweest. Met Made en met Made Stout. En Jules streamt. En met sowieso. Drie streamertjes. Tenminste met z'n vieren. En ik heb iets goeds gedaan, jongens. Ik ga wel de streams missen waarbij de mic viel. Ja, hij staat... Zal ik hem er... Ik pak hem er wel heel even bij. Ik pak hem er even bij. We gaan je missen. We gaan je missen, Mike. Je hebt zoveel voor me gedaan. Ik wil ook naar Walibi. Ja, ik zat midden in mijn verhaal en dan ga ik weer mijn mic aaien. Maar een F voor de mic. Verkoop je die mic? Nee, want als er iets gebeurt met deze mic, dan heb ik gewoon een andere mic die ik erin kan steken. Dus ik ga hem niet verkopen. Ik heb ook allemaal oude gear nog liggen voor het geval dat het een keertje misgaat. Maar goed, ik ben trots op mezelf. Want ik heb het altijd over inparkeren en dingen. En dat ik niet zo goed kan autorijden. En ik heb mijn grenzen verlegd. Want ik ben dus... Ik heb echt al anderhalf jaar, misschien wel twee jaar mijn rijbewijs. Maar ik rij bijna nooit, want ik ben echt... pussy as hell. En ik ben dus zoiets naar me toe gekomen. En we zijn gaan rijden met het autootje van mijn moeder. Ik heb zelf geen auto. En ik zat achter het stuur, jongens. Ik ben helemaal naar Walibi gereden. En terug. Ik kan niet zeggen dat het volledig vloeiend ging. Maar ik heb gereden. En ik heb ingeparkeerd. En ik ben door de McDrive gegaan. En het was op zich wel een mooi verhaal.
Want toen ik was echt super blij dat ik door de McDrive ging. Ik denk dat er nog nooit iemand zo trots door de McDrive ging. Alleen het punt was, ik stond veel te ver van die vrouw vandaan. Dus die vrouw zei ook, dat was een hele domme vraag. Ik zo, kan ik hier betalen? En die vrouw zegt, ja, op zich is het wel vrij de bedoeling dat je hier gaat betalen. Ik zo, oké, ja, ik sta wel een beetje ver van je vandaan. Zij zo, ja, klopt. Het is dat het coronatijd is en dat ik een of andere selfie-stick heb, waardoor ik jou, zeg maar, alsnog die pinautomaat kan geven. Maar je staat echt zo ver weg. Dus ik hing helemaal zo uit dat raam. Ja, ik wil betalen. Geef me mijn Mackie. En toen heb ik dus een Mac gehaald. En dat was echt super nice. En toen was ik echt trots als een pauw. En toen zat ik in de auto. En toen had ik ook nog eens een tentamen waarvan ik dacht dat ik hem echt niet had gehaald. Dus ondanks dat er misschien wat dieptepuntjes waren vandaag. En dat ik niet zo lekker voelde. Zijn er ook hoogtepuntjes? Wil je laten weten? Ik wil zeggen, tijdens regen kan er ook zonneschijn komen. Dat klopt niet helemaal. Na regen komt zonneschijn. Maar in mijn geval was het een beetje mixed feelings dit weekend. Er waren hele leuke dingen en hele stomme dingen. Maar goed. Ja, het is een beetje een regenboogweekendje geworden. Dat wel. En ik heb nog een leuk verhaal. Zitten we trouwens niet heel de tijd in dezelfde... Oh nee, hij gaat gewoon door. Ik heb nog een leuk verhaal. Want er was vandaag... Tenminste, ik was er niet bij. Ik heb dit filmpje gekregen van mijn broer. Maar er zat dus vandaag echt een hele grote egel in de tuin. En die egel... Die, wacht, ik weet trouwens waarom het een klein beetje hol klinkt. Waarschijnlijk moet ik ietsje zachter zetten. Zo, ja. Nee, dit gaat niet helpen. Er zat een egel in de tuin. En er staat een bakje met kattenvoer in de tuin, want we hebben ergens in de buurt een zwerfkat. Dus het is eigenlijk niet echt het kattenvoer van Zelda, maar Zelda eet er ook uit in de tuin. En die egel, die had dat dus ontdekt. En die is dus letterlijk, met zijn kopje die etensbak ingegaan en met zijn pootjes zo. En is die dat kattenvoer gaan opeten. En mijn kat was buiten en die zat echt te kijken van, oké. Waarom eet een egel mijn eten op? En toen op een gegeven moment gingen ze echt naast elkaar chillen. En ze waren helemaal blij. Het was echt super, super grappig. Als je het wilt zien, het staat op mijn Instagram. Wacht, ik heb mijn bot niet aangezet. Ik heb volgens mij de bot niet aangezet. Let me check. Een bot. Voor de mensen die vragen wat ik ga spelen. Ik ga Bioshock spelen. Wat heb ik zin in? Niet de tweede, maar de derde. Bioshock Infinite ga ik spelen. Dus mocht je niet van schietspellen houden, dan ja. So be it. Ik wil even knallen. Ik wil gewoon eventjes een avondje knallen. Echt warm in mijn pyjama. Zelda en Sonic, precies. Wat ga je zo eten? Nou, kijk, je moet jezelf wel een beetje tevreden stellen in het leven. En ik heb hier Jumbo stroopwafels. Met roomboter. Wat is er met je mic gebeurd? Ik heb een nieuwe mic met een arm. Maar het is nog niet zo goed ingesteld. Oh, wacht. Misschien moet je dit niet zo doen. Daar. Misschien. Oh. Ja, hij is nog niet. Het is nog niet perfect. Met de roomboter. Ja, dit is nice. Ik ga even terugscrollen. Want jullie hebben zoveel gezegd. Ik heb het allemaal niet. Oh, ik kan ook niet meer. Ik kan ook niet meer terughalen wat er aan het begin van de stream is gezegd, omdat ik met de mic bezig was. Mocht je een vraagje hebben of iets aan het begin van de stream gezegd hebben waarvan je wil dat ik er nog even over begin. Let me know, want ik heb het even allemaal niet gezien. Snacktime. Is dat nou jouw emote of van wie is die ook alweer? Heb ik deze emote ook? Gewoon live de podcast. Ja, ik vind het een beetje jammer. Heb ik allemaal gemist. Also, Job, Deventer en Nighthawk. 946 en Dark Vader FX, dankjewel voor die follows. Die is van Jill inderdaad, die is echt super leuk. Hoe blij was je dat Maden nog kaartjes regelde op het laatste moment? Ik was super blij. Dit is weer typisch een beetje zo Saar en Maden ding, dat we dat dan heel ver van tevoren afspreken en dat wij dan zo stupid zijn om niet die kaartjes te kopen. Hij mag wel wat harder, hij kan harder.
Kijk. Nu is hij, als het goed is, harder. Hij kan nog harder, maar ik weet niet of ik dat wil. Ik weet niet of ik dat zelf wil. Ja, ik heb dus... Ik kan dat niet zo goed laten zien. Ik heb nu zo'n dingetje met knopjes. Alleen ik weet dus niet echt wat al die knopjes betekenen. Klinkt trouwens wel oprecht beter. Echt? Nu ik hem wat harder heb gezet. Oh joh. Auw, maar dit doet wel echt een beetje pijn aan mijn oren. Wacht, dan moet ik hier even aan draaien, denk ik. Of niet? Nee, dit doet niks. Altijd de rode indrukken. Nou, ik heb dus een paar knopjes ingedrukt en toen schrok ik zo erg. Toen was het ineens heel hard. Alleen nog een DBX ertussen en je bent klaar. Ja, absoluut. De DBX heb ik ook gewoon besteld. Maar die heeft 3 weken vertraging opgelopen. Dus ik moet er nog 3 weken op wachten. Dus ik hoop dat ik hem een klein beetje kan fine-tunen totdat de DBX er is. Zodat ik niet een paar weken lang niet zo chill klink. Wat had je donderdag gestreamd? De Sims. Ja, dat is echt heel fijn dat het even opgelost werd. Wat betreft die mono-instelling. Anders was ik de hele tijd maar aan één kant te horen. Je eigen volume lager. Ja, klopt. Maar dat snap ik dus niet helemaal. Want ik zet nu, zeg maar, om hem voor jullie harder te krijgen... zet ik, zeg maar, die mic gain omhoog. En nu heb ik, zeg maar... En dan draai ik aan die andere knop. Dan denk ik, ik wil het voor mezelf. Ik wil mezelf niet zo hard horen. Maar dat staat nu al op het laagste. Of wacht, misschien moet ik gewoon met m'n... Je kan... Oh joh. Oh nee. Nee, dat werkt niet. Ik hoor mezelf gewoon echt heel erg hard. Daar moet ik een klein beetje aan wennen. Waarom vibreert mijn kat altijd? Ik heb geen idee, Quirfy. Hey Linny. Wel leuk dat jullie er allemaal zo gezellig eventjes bij zijn. Hoe klinkt die ASMR? Ja, jullie kunnen nu ASMR indienen. Teleurgesteld laagstreepje. Ik hoop niet dat je teleurgesteld bent in mij. Maar dankjewel voor je follow. Mooie mic upgrade. Dankjewel Killer Vipers voor dat subje. Jeetje mineetje. Ja, het is een nieuwe mic. Het is een nieuwe mic. Ik weet alleen nog niet, zeg maar... Ik weet nog niet of ik dit, zeg maar, de beste stand vind of zo. En... Het is nog een beetje... Ja, een beetje tunen. Eddo, dankjewel voor je follow ook. Door die arm kan die gelukkig niet meer op de grond vallen. En weet je waarom ik hem ook super fijn vind? Omdat ik natuurlijk op mijn televisie stream. Nu kan ik hem gewoon wegdraaien. En dan staat hij niet voor mijn tv. Doe je ooit Breath of the Wild streams? Nou, ik heb hem al uitgespeeld. Ik heb die gouden drol al. Mag even voor Dark Vader. Kan er even een gouden drol in de chat gedropt worden? De kerstman volgt mij nu. Dat vind ik fijn. Dat vind ik super fijn. Hoe was Walibi? Walibi was super leuk. Ik ben... Het enige wat een beetje jammer is dat je maar 1 attractie per keer kan reserveren. Dus je moet alsnog best wel lang wachten. Zelfs als het best wel rustig is in het park. Dus dan reserveer je bijvoorbeeld voor de Goliath. En dan mag je daar om 12 uur in. Maar dan heb je bijvoorbeeld om tussen 11:30 en 12:00 niks te doen. Omdat je gewoon nog niet in die rij mag gaan staan. Waardoor er wel een beetje voor je bepaald wordt. Je kan dus niet, zeg maar, 6 keer in een achtbaan. Dus dat is wel een beetje jammer. Staat je microfoon in de beschrijving? Nee. Ja, hebben we nou nog... Nee, hij staat niet in de beschrijving. Maar ik heb een... Ik noem hem altijd de Rode Broodrooster. Maar het is de Rode Broadcaster. Die heb ik gekocht. En hiervoor had ik een Rode NT-USB. Maar die is ook heel fijn. Ik denk dat oprecht deze momenteel beter zou klinken. Omdat ik die helemaal heb ingesteld in mijn OBS. En deze niet. Maar ja, daar heb ik dus geen tijd voor gehad. Was het te doen met die maatregelen? Ja, ze hadden het wel echt goed opgelost. Dat wel. Alleen je kan dus niet... Verwacht niet dat je 7 keer dezelfde achtbaan kunt of zo. Hoe is het met de coronabesmettingen in Nederland? Ik vind dat niet echt een vraag voor mijn stream. Of wel... Moet ik deze vraag beantwoorden? Heb je enkele tips om je Instagram fanbase te vergroten? Hey, waarom doet hij dat nou niet? Ik moet even opnieuw inloggen. Ik wilde mijn comment instellen of mijn bot aanzetten, maar hij zegt dat ik er niet in mag. Het is toch echt mijn bot. Heet die Saarbotje, heet die toch? Ik ben helemaal de war.
veel, klinkt echt wel beter dan... Oh, echt? Oké, dat vind ik wel fijn om te horen. Oh, wacht. Dit is niet het juiste wachtwoord. Ik ga even de bots voor jullie aanzetten. Zo. Weet je, hè? Hoe heet mijn bot ook weer, jongens? Oh, nee. Ik weet het wel. Ik weet het wel. Het is toch gewoon, het heet toch gewoon Saarbotje? Oké, top. En dan... Ja... Verificatiecode. Wat erg dit, jongens. Ja, soms is die even de weg kwijt. Ik ben natuurlijk, ik ben even een tijdje niet live geweest, dus dan ben ik altijd een klein beetje uit. Hey Sjaak. Leuk dat je er gezellig bij bent. Mag ik mijn punten terug? Oh nee, ik ga een ASMR doen voor FloorDM. Lekkere ASMR in deze sappige microfoon. Waarbij de geluidstrillingen zachtjes je oor sluizen en zweven. Wat is je favoriete sport? Geen sport. Oh, sorry. Kijk, hij doet het. Ik kan volgens mij mijn Instagram weer pluggen. Het punt is dus, volg me even op Instagram, want ik heb helemaal geen fanbase. Ik probeer dus, ik moet nog iets van 160 volgers en dan heb ik die 5k gehaald. Ik wil heel graag ooit een keer 10k halen op Instagram. Want niet omdat ik wil flexen met 10k, maar omdat ik dan gewoon een swipe upje kan doen, volgens mij, in stories. Nee, dit is de broadcaster. Maar als ik een sport moet kiezen, dan is het... tennis of squash, vond ik vroeger best wel leuk. Jullie ook? Of niet? Ik ben van nature blond, dat klopt. Rood haar. Ja, zo irritant dat je nu niet kunt swipen. Ja, dat is super irritant. Ik wil gewoon mijn streampjes kunnen pluggen. Ik snap die regel ook echt niet. Waarom is dat niet voor mensen zoals jij en ik, Tessleet, ook gewoon aan de orde? En het is ook niet dat je hebt dan op een ander platform wel gewoon een base. En dan kun je dat op Instagram niet fixen. Tennis kan ik best wel naar kijken. Ja, badminton vind ik ook wel leuk. Vind je korfbal een sport? Vriendinnen van me vinden het geen sport. Ik ga geen mensen die korfbal leuk vinden beledigen. Korfbal is volgens mij gewoon een prima sport. Volgens mij is korfbal een hartstikke leuke sport. Bounter en SteveTV_BE, dankjewel voor jullie follow. Is harenverven sport? Nou, dan doe ik daar zeker aan. Ik doe zeker aan harenverven. Ik heb ook een paardrijden gezeten. En toen kwam ik er na een paar weken achter dat ik eigenlijk toch wel een beetje bang was voor paarden. Ja, dat is wel een beetje sneu. Dat is oprecht een beetje sneu. Ja, ik durfde dus op zich wel op het paard te zitten, maar ik durfde ze niet echt te kammen of zo. Dat vond ik dan wel een beetje heftig. Want dan dacht ik, straks gaan ze me trappen als ze het niet lekker vinden. Maar paardrijden is ook een sport. Paardrijden is best zwaar. Ik zit op voetbal. Instagram moet het dan voor iedereen doen. Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat ze het voor iedereen moeten doen. Gesoftbald. Nice. Super nice. Ja, zullen we maar gewoon gaan gamen dan, jongens. Als jullie leuke vraagjes hebben, drop ze in de chat. We gaan een nieuwe playthrough starten. Ik heb nog een paar dingen te melden, want ik wil de komende tijd... Ik heb het streamschema nog even niet live gezet. In de Discord. Zit je nog niet in de Discord? Kun je daar natuurlijk gewoon gezellig in gaan zitten. Ik ga een playthrough doen in de avond van nu dus. En waarschijnlijk nog wel vaker deze week. Van Bioshock Infinite. En op vrijdag ga ik natuurlijk aan de slag met Paper Mario. Dat wordt super super leuk. En in de middag. Ik denk gewoon rond een uurtje of vier. Van 4 tot 6 of zo. Wil ik mijn Wind Waker playthroughs gaan afmaken. Maar ik wil nog niet beloven wanneer en hoe en wat. Ik ga kijken wat ik kan doen deze week. Maar ik wil mezelf even niet heel erg veel pressure opleggen.
Maar dat is het plan. Dat ik dus ook in de middag soms ga streamen. Dus ja, dan hebben we misschien wel meerdere streams. En dan hoop ik dat ik het alsnog van vorige week een klein beetje kan inhalen voor jullie. Want ik heb gewoon weer mijn afspraken niet. Ja, ik ben het gewoon niet helemaal nagekomen. Dus dat is een beetje jammer. Hey Karim! How are you, Karim? Leuk dat je eventjes gezellig langskomt. Niet inhalen, gewoon lekker doen. Maar ik ga sowieso... Jongens, ik wil jullie op het hart drukken dat ik wel altijd stream als ik er daadwerkelijk weet van mezelf dat ik dat aan kan, zeg maar. Nou klinkt het alsof ik jullie heel erg heftig vind. Maar als ik niet... Als het te zwaar is, dan stop ik mijn stream. Of dan ga ik niet verder met streamen. Maar ik vind streamen juist ook heel erg leuk. En het geeft me ook afleiding. Dus, en natuurlijk moet... Ik wil jullie op de hart drukken. Neem je rust als je dat nodig hebt. Dat doe ik zelf niet altijd. Maar ik vind afleiding is voor mij gewoon... Anders had ik gewoon heel de avond waarschijnlijk... Ja, naar de muur zitten staren of zo. En ik vind het dan toch leuker om dan iets te doen, weet je. Als ik het wil... Ik had nu bijna de pressure van... Oh, iedereen wil gewoon dat ik het niet doe. Omdat ik me niet goed voel. Maar ik wil het dan toch eigenlijk wel doen. Omdat ik er nu, als ik er zo zit, wel blij van word. Dus ja, dat. Even een kleine disclaimer. Is ook weer lastig, weet je. Ja, ja, want het maakt me wel weer blij. Als ik eenmaal live ben, dan ben ik vaak wel blij. Ik kan op zich een paar uur naar die nanolief staren. Ja, ik vind het is wel chill nu. Kijk, nu komt er zeg maar die mic, die komt een beetje hier uit. Dus dan zitten jullie niet alleen maar naar mijn limegroene fatboy te kijken. En aan de andere kant heb je de nanoliefjes. Hartstikke fijn. De nanoliefjes. Ja, dit is voor... Believe me, dit is voor mij ook pure ontspanning. Ik doe gewoon lekker waar ik zin in heb. Een goede avond. Hey Pauline. Dus wanneer je live bent, lukt het vanzelf om je te vinden. Klopt. Dat klopt zeker. Ik zit zelf op dansen. Wacht. Of ze een keer meewouden, maar dat vonden ze eng. Ze wilden niet met jou mee naar dansles? Oh joh. Waarom niet? Ik heb vroeger op ballet gezeten. En ik dacht dus dat ik goed was. Maar ik heb filmpjes gezien. Het is toch niet zo. Echt balen. Ik kan gewoon niet dansen. Ik kan het gewoon niet. Dat is hartstikke jammer, maar ja. Dit is wanneer je lijkt... Ja, oh, dat heb ik al gelezen. Wat een supercoole blouse. Het is mijn pyjama. Ik realiseer me, ik zit er niet heel prachtig bij. Maar ja, dat moet ook gewoon... Dat moet ook gewoon kunnen. Ik wil gewoon in mijn pyjama zitten. Ik wil gewoon... Ja, dit is wat ik wil in het leven. Lekker in mijn pyjama zitten. Ik klink wel echt schor. Ik moet even een beetje drinken. Fakka. Hey, Oompa Loompa. Leuk dat je er bent. Ik snap echt nog niks van dit ding. Waarom hoor ik mezelf zo hard? Ik wil mezelf niet zo hard horen. Ik word gewoon lijp van mijn eigen stem. Ik dacht dat het een trui was die op een pyjama leek. Klinkt, ja, Wolter, ik heb er niet zoveel aan aangepast. Daar had ik niet zoveel tijd meer voor. Dus als het niet zo goed klinkt, ja. Ik denk, volgens mij hoor ik me geheig heel hard. Maar morgen komt dat plop dingetje erop. Dus dan is het sowieso alweer minder. Ja, het gaat nog wel 3 weken zo klinken. Alleen, ik hoop dat het in ieder geval beter klinkt dan de vorige mic. Dat ik niet nu achteruit ben gegaan. Dat is lekker zacht. Ja, anders ga ik gewoon een beetje naast me praten. Dat kan natuurlijk ook. Ik vind het heel erg raar om mezelf in naast me te doen. Dit zegt een mezelf een beetje. Ik vind deze trui echt lijp mooi. Jullie zijn helemaal blij met deze pyjama. Met die pyjama kan je wel viben. Ik vibe heel goed met deze pyjama. Billy heeft deze pyjama ook. Als je weer een keer Animal Crossing gaat spelen, mogen kijkers dan op je eiland komen? Nee, want jullie verwoesten dan mogelijk mijn eiland. Maar ik wil wel naar jullie eiland komen. Maar ik heb mijn eiland niet zo gemaakt met hekjes dat jullie niet mijn dingen kunnen stelen en zo.
Dus ja, dat ben ik een beetje, huiverig. Ik ga wel deze andere mic even weer... Dankjewel. Dankjewel, Reude en TSB. Ik hou van je. Ondanks dat ik je zo vaak op de vloer heb gegooid. Ik heb respect voor je. Je gaat alleen nu zwaar verstoffen. Is dat een nanolief? Dat is zeker een nanolief. Dat heb je goed gezien. Hoor je dat gekraak van mijn stoel? Ik weet niet meer mee is gehoord. Ik heb denk ik een vaak op mijn... Dankjewel, Bonnie, voor dat subje. Neo Laber met een bericht erbij. Neem me Prime, dankjewel, Bonnie. Neem me Prime ook echt. Neem me Prime, meis. Pantoffels. Ja, hoe zie... Oh, met Prime zie je mijn pantoffel inderdaad. En niet die ballonnetjes. Ja, die nieuwe Mike weet nog niet waar die terecht is gekomen. Ja, ik hoop dat ik er geen limonade overheen gooi. Dat hoop ik echt. Trouwens, nu kan dit weer uit. Nu kan dit pookje kan weer terug, volgens mij. Want dat was het niet. Wat moet ik nou? Want dat is volgens mij dat hij niet alles oppakt. Kijk, horen jullie nu? Even kijken hoor. Zeg maar, dat pookje is dat hij of het omgevingsgeluid wel pakt of niet. Maar ik weet niet of ik hem nou uit of aan heb gezet. Staat er ook niet bij. Ik ga even wat leuks doen. Nou, Revé, ga jij even wat leuks doen? Hey, Defcon. Want het vroeg ik me dat ik eindelijk een Switch heb. En ik graag je eiland zou willen zien. Ik ga zeker nog wel Animal Crossing spelen. Ik weet dat er best wel wat mensen zijn die naar dit kanaal komen. Dat ze heel graag Animal Crossing willen zien. Of Nintendo games in het algemeen. Ga ik ook zeker doen. Ik ga het ook wat vaker in de middag doen. Ik denk dat Animal Crossing ook misschien wel een game wordt die ik wat vaker in de middag zal spelen. Wat een leuke lamp daar naast die klok. Dankjewel. Dat zijn mijn nanoliefs. Ik wil niet flexen met nanoliefs, maar het zijn nanoliefs. Ik heb nog steeds een fossiel. Dat is ook belangrijk, Noraatje, dat ik dat wel afmaak. En ik ga natuurlijk nog de Pokémon DLC spelen. Dat zeg ik al zo lang. Dat gaan we misschien deze week ook nog wel doen. De Pokémon DLC. Ga je Horizon nog afmaken? Nou, ik moet heel eerlijk bekennen. Ik zat het heel even te spelen. En ik voelde het niet helemaal live of zo. Het klinkt heel teleurstellend. Maar ik kon me niet goed genoeg op het spel concentreren. Als in, het is een game waar ik heel diep in wil duiken. En dat, ja... I don't know. Dus ik twijfel een beetje. Ik heb vandaag een timer gezet voor hoe lang ik vandaag Animal Crossing heb gespeeld. 14 uur en 33 minuten. Jeetje snikker. Dat is best wel veel. Maar ik heb er 200 uur zitten, dus het kan nog erger. Niet af, dankjewel voor die host. Nee, ja. Ik weet niet. Ik voelde het gewoon voor Twitch niet zo. Maar misschien... als iedereen het wel voelt... Nou, moet ik wel zeggen, die stream klapte er ineens uit. En toen was ik sowieso een beetje sad. Ik dacht, nou... Ik zat zo lekker in het spel. En dan ineens... Gebeurt er dat, weet je. Dat is jammer. Dat is wel een beetje jammer. Maar ja, niks aan te doen. Helemaal niks aan te doen. Zo. Gewoon spelen waar je zin in hebt. Subje gedumpt. Ik laat weer met de streams nog. Dankjewel, Wally. Het slaapt lekker voor straks als je... Ik weet niet of je gaat slapen, maar... Weet je dingen wat ik kan doen? In mijn vakantie, iedereen is nog aan het werk. En ik ben alleen thuis voor 2 weken. Nou, dat is op zich toch wel fijn. Lekker thuis. Dan kan je gewoon doen wat je wil. Hey, Justy. Zullen we maar gaan gamen, jongens? Ik zit weer te ouwe hoeren, maar eigenlijk kunnen we best wel gaan gamen. Het wordt wel een beetje een spannend spel, denk ik. Wanneer krijgen we een setup tour? Ik zal binnenkort eens even een uitroepteken setup maken en dan geef ik gewoon aan wat ik allemaal heb inmiddels. Want ik heb best wel wat. Dit is ook geen weird flex, maar ik heb wel... We hebben de afgelopen maanden toch best wel veel nieuwe dingetjes gekocht. Ik heb laatst een reuzendoop doopvondschelp gevangen. Zo, Charlotte. Dat is een hele mond vol. Dat snap ik. Is niet erg. Ja, ik vond het... Het is een beetje lastig voor stream of zo.
Ja, wel goed hoor, Ravi. Thanks for asking. Ik heb eindelijk werk. Oeh, waar ga je werken, Steve? Waar ga je werken? Ik hoor ook flexjes ook in de chat. Denk je nou zelf, ik op tijd slapen. Dat zou een prestatie zijn. Ja, ik probeer het ook, maar ja, dan begin ik weer om 11 uur met streamen. Het lukt niet. 9 uur opstaan. Slaap lekker, Iris. Ik heb ook nieuw werk. Waar werk je? Ik ga ondertussen even mijn gamepiece erbij pakken. Ik wil dus Bioshock gaan spelen. Of willen we wat anders? Ja, ik wil op zich Bioshock beginnen. Ik kan ook de DLC van Pokémon doen. Wat willen we? Willen we dat ik meer ga praten met jullie? Of willen we dat ik meer echt een verhaal ga spelen? Want Pokémon is niet echt heel verhalend. Kan een mod even een poll droppen? Dan ga ik heel even mijn waterflesje vullen. Dan even een poll komt, Bioshock of Pokémon DLC. Dan kunnen jullie kiezen. Houdo. Ik weet eigenlijk ook niet. Ik weet dat Jul dit altijd doet. Jul deed laatst allemaal polls. Oeh. Oké, nou, ik heb niks gezegd. Never mind. Ja, ik kan wel strappel aanmaken. Maar tegenwoordig zit er ook een functie op Twitch die dat moet doen. Weet zelf niet of je daar... Nee, ik heb Jul ook nooit rechten gegeven. Ja, ik heb Jul... Als het goed is, hebben alle mods dezelfde rechten. Mijn telefoon is leeg. Bye. Oh, doei. Doei, Isra. Vaarwel. Ik ga even heel snel water pakken, jongens. Ik ga even snel water pakken. Misschien dat het polletje gestart kan worden. Bioshock Infinite of de Pokémon DLC? Van Pokémon Sword and Shield. En dan is het dus iets meer kletstream. En met Bioshock is het iets meer gameplay. Ga ik zo beantwoorden, It's Doomed. Oh, volgens mij heb ik Tynd een moeilijke taak gegeven. Anders roepen jullie het maar gewoon in de chat. Pokémon of Bioshock? 3, 2, 1 jongens. Pokémon of Bioshock? Pokémon en Bioshock. Oh, hij doet het. Oh, ik zie het nu. Ik zie het nu pas. Even kijken. 77% stemt op de Pokémon DLC. Oeh. Pokémon. De pol is er. Yes. Een kilo kaas. Met mij gaat het lekker. Hoe gaat het met jouw kilo kaas? Bovenaan kun je stemmen. Welke game wil je liever zien? Ik heb dus ook best wel zin om binnenkort weer verder te gaan met mijn Sims Vampier. Ik zat er wel in de vorige keer. Alleen ik zat een beetje vast met wat ik moest doen. Het is de Pokémon DLC geworden. Nou, dan gaan we dat doen, dames en heren. Ik heb Pokémon gelukkig. Het enige wat ik dan heel even moet doen... Er komt mijn pillenbakje weer. Maar Pokémon staat op mijn andere SD-kaartje. Oh, die ligt hier. Ja, dat is een heel gedoe, maar ik heb... Ja, dat klinkt weer stom. Maar ik heb best wel wat spelletjes. Dat zijn allemaal downloads. Moet ik heel even mijn Switch uitzetten. En ze staan niet allemaal op hetzelfde SD-kaartje. Uitzetten. In mijn vrije tijd vis ik vaak. Ik heb nog nooit gevist. Ja, ik heb de mic binnen. Ik heb tegen de bakshop gezegd. Nou, stuur dan maar de mic zonder de DBX op. En dan... Dan is het maar even iets mindere kwaliteit dan dat ik wilde.
SD-kaartjes zijn geen pillen. Nee, maar ik ben bang dat ik hem anders kwijtraak. Ik ben bang dat ik anders geen... dat ik mijn games allemaal kwijtraak. Dus nu heb ik een SD-kaartje waar eigenlijk mijn main Nintendo games op staan. En op het andere kaartje staan meer mijn third-party titels. Hopelijk gaat die... Oh nee, Elgato. Don't you dare, Elgato. Don't you dare, Elgato. Ja, hij doet het, gelukkig. Groene flitsen, dat kan nooit iets goeds betekenen. Hengelmanneke, dankjewel voor je follow. Pokémon Shield. Zo, dat heb ik heel lang niet op... Sorry. Het spijt me. Wat een mood. Oké. Update uitvoeren. Het duurt vast niet zo lang. Het is vast niet erg. Oh joh, Nintendo, laat me nou niet zo schrikken. Loser in de chat, jongens. Kijk die elletjes gaan. Ja, dit zijn wel van die L-momentjes. Kijk, is dat van Made, die noob emote? Waar kan je zien hoe lang je een game hebt gespeeld op de Switch? Linksbovenin, als je inlogt op je Switch. Oh, ik heb het hier ook heel hard staan. Pokémon Shield. Kijk. Groene flits. Is het nu weg? Het is nu weg, right? De groene flitsen. Ja, het is weg. Ja, met Call of Duty heb je echt updates. Dat is echt intens gewoon. Maar ik speel geen Call of Duty meer. Ik ben daar niet zo goed in. Geen probleem meer, top. Dan gaan we Hop weer zien, jongens. Onze beste vriend Hop. Ik heb een armor pas, maar ik heb alleen de tekst per ongeluk geskipt. Dus ik hoop... Ja, ik hoop wel een klein beetje dat ik nu weet hoe ik dit ga fixen. Even de game aanpassen. Oh, dat heb ik al gedaan. Hoe werkte dit allemaal ook alweer? Ik heb een tas. En daar zit waarschijnlijk dat ding in. Hier zo, denk ik. Ik heb het gevoel. Kijk. Oké. This isn't the time to use that. Ik moet denk ik naar iemand toe lopen. Ja, superleuk, Michaeltje. Niemand heeft gebarfd, maar Mara had dus op Twitter een poll geplaatst. Wie er zou gaan barven als eerst. En jullie hadden allemaal, uiteindelijk dachten jullie allemaal toch wel dat ik dat was. Terwijl ik leg nooit barfjes, jongens. Hoe gaat het met de boys? Wat bedoel je precies in kilo kaas? Met de boys? Ik heb geen boys. Vrijdag en maandag ook niet live. Waar was je gisteren? Ik word op het matje geroepen door Epic. Epic, je bent aan de late kant. Ik ga het niet zeg maar heel de stream herhalen. Ik was er niet. Ik was er gewoon niet. Waarom loop ik hier naar boven? Dit is niet waar ik moet zijn. Ik mis wel een beetje de Pyjama Sam, Pyjama Saar stream. Dat is wel een goed idee. We gaan ook nog die Barbie game streamen. Waar we het laatst over hadden tijdens Zelda. Heb je nog een leuke boy op het oog? Nee. Nee. Ik heb geen leuke boy op het oog. Weet iemand waar ik moet zijn met die pas? Met die armor pas. Het werd namelijk uitgelegd aan het begin van het spel. Maar ik heb het per ongeluk geskipt. Gewoon rechtdoor. Oké. We
gelukkig. Dan gaan we rechtdoor. Bij een boot of een huis. En dan de trein. Speel je nou... Oh, met de trein. Speel je nou met je eigen personage? Ja, zeker Thijs. Gewoon naar binnen. Ja, ik snap hem. Ik snap hem zeker. Big Kiss Kim, dankjewel voor je follow. Slaap lekker, Desolate. Dankjewel dat je me even ging helpen. Super fijn. En ik spreek je vast snel weer. Ze is blond. Ja, klopt. Ik had in die tijd nog niet echt zulk rood haar. Je bent mooier dan je personage. Oh. Ja, jongens. Het is Pokémon naar weg nog wel in een tijd gespot dat ik nog niet zo rood was als nu. Ik denk dat ik met deze meneer moet praten. Oh nee, dat is een verkoper. Dat kan het niet zijn. En dan? Bij welk station moet ik zijn dan? Rood haar is beter. Ik ben blij dat jullie het leuk vinden. Ik ga een stroopwafeltje erbij pakken. Raad met die hoed, meneer. Dat wil ik niet zeggen, maar ik ga wel een ASMR voor je doen. Kijk. Ja, het spijt me Dynasty, maar dat ga ik niet zeggen. Dat kun je me niet aandoen. Dat is een gevaarlijke opmerking die hier wordt gemaakt. Een Slowpoke. Een Slowpoke. Ja, maar nu... Nou, I know. Maar wat wil die vent nou? En nu heb ik weer niet opgelet. Misschien moet ik heel even op de game gaan letten in plaats van op de stroomafel en op ASMR. Vang de sloop op. Oké, ik ga de sloop opvangen. Geef me 1 seconde. Oh, oké. Ik vuur hem. Zeker weten. Ik lust zeker bier. Wilt u niet, denk ik. We gaan vangen. Hij heeft gele oortjes. Nou, dan moeten we even kijken hoor. Een slash of zo. Dan gaat hij dood misschien. Oh! Wacht! Ik heb hem dood gemaakt. Was de shiny. Dat was... Ik dacht, Slash is niet zo sterk. No. Dit is wel echt inderdaad een L-momentje. No! Mag ik het nog een keer proberen? Oh ja, ik mag het gewoon nog een keer proberen.
Oké, we gaan nog een keer proberen. Misschien een naam. Even kijken hoor. Oh joh! Misschien had ik ook heel even mijn Pokémon. Misschien had ik ook even mijn Pokémon naar het ziekenhuis moeten brengen. Ik gooi gewoon een bal op hem. Nou, hoe switch ik van ballen? Ik ben bereikbaar. Doe maar even zo'n. Ja, gewoon een great ball, weet je. Ga erin, Slowpoke. Blijf in mijn bal. Hoppa! GG! Nee, hij mag wel Slowpoke heet voor mij. Nee. Ik stuur hem naar een box. Zo. Lekker van stroopwafeltje op de late avond. Iedereen had op die shiny. Wie had er nou niet die shiny aan het begin? Van het DLC. Ik geloof niet dat daar verschil in zit hoor. Floor. Ah, noem die Pokémon tot het eind. Voor al die moeite van die pool. Doe een jasje. Oké, nou deze is het nou een meneer of een mevrouw? Een ballen mevrouw, denk ik. Deze ballen mevrouw gaan we denk ik nog vaker tegenkomen. Oké, top. Misschien is het nu het moment dat ik wel de tekst ga lezen. Dat is op zich best wel handig. Normaal zegt hij toch gewoon hier wat ik moet gaan doen. Het is een sloop ook van. Oh, het is een sloop. Ik dacht dat het een shiny was. Ik dacht echt oprecht dat ik een shiny aan het vangen was. En dat ik hem met één bal had gepakt. Nou, we praten even met deze meneer. Met die grote bakkenbaarden. Ik wil gaan. Ik wil echt gaan. Zeg eens, de Spaanse prins spreekt De Spaanse prins spreekt prima Spaans. De Spaanse prins spreekt prima Spaans. De Spaanse prins spreekt prima Spaans. Ik heb er moeite mee. Oompa loompa, ik heb hier moeite mee. Splaakgeblek. Doei Ravi, super leuk dat je er was. Vakka Dark Games. Hoe is het? Hey, er zijn er allemaal helikoptertjes. Oh nee, dat is een kabelbaan of zo. Wat was dat? Zit Hop ook in deze DLC? Weet iemand dat? Oh, daar is die mevrouw weer. De ballen, mevrouw. Ik heb een Pikachu onesie. Ik ga ook wel een keer mijn onesie spelen.
Ik heb geen Pikachu onesie, maar wel een soort beren onesie. Nou, heb ik die wel eens laten zien. Die vrouw zegt high class. Time to show her who the better trainer is. Oh, dat ben ik. Ik moet naar de kapper in deze game. Ik wil rood haar. Dit is het nieuwe eiland. Vol met... Geen shiny slowpokes, maar gele slowpokes. Ja, dit is de eerste keer. Hey, Fide America. Ik heb zin in Fide America. Let's go. Ik heb... Oh, wacht. Ik heb... Ik ben echt heel stom, want ik heb... Ik heb een Pokémon niet opge... Ik heb ze niet heel even geheeld. Oeh, dat weet ik niet, Swissler. Kunnen we wel zo even checken. Nou, als ik nu dood ga, hoef die vrouw een rem weg. Ja, ik ben op zich best wel sterk. Kijk, weet je, ik doe gewoon deze. Kijk, dit is sowieso goed. Kijk wat hij doet. Bam! Kijk, weg met die Abra. Maakt niet uit, weet je. Dit is top. Hex. Ja, maar we waren natuurlijk best wel sterk toen we deze game eindigden. Abracadabra, weg is die. Hoe kom je aan die Pokémon? Als je de game uitspeelt, krijg je deze Pokémon. Sanneman. Cringe. Oké, die is super effective. Hoppa! Zou het de hele game zo gemakkelijk gaan? Je bedoelt, dit had een uitdaging moeten zijn, right? Ik heb Pokémon Shield. Ja, Shield. Rogier, dankjewel voor dat subje. Super, super lief. Je bent er niet voor. Epic subje, goeie avond Rogier. Hoe is het met je? Oh, ik heb potentie. Pantoffeltje. Ik dacht dat ik ze allemaal op die ballon had gezet. Maar op een of andere manier zie ik nu meer pantoffels. Ik ben in de war. Hé, ik heb een stijlkaart. Ja, chill. We zijn lekker Pokémon gaan spelen. Ik wilde eigenlijk Bioshock starten. Maar mensen voelden de vibe van Pokémon meer. Daar zit potentie in. Eens kijken. Het zijn allemaal Pokémon die ik kan gaan vangen. Ik wil wel even zo'n bestje hoor. Shake it. Ik shake nog meer. Ik shake niet meer. Ik ben echt net begonnen allround, dus ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen. Dat dingetje ziet er wel... Oh joh, dat is een hondje. Ga ik vangen. Er zijn een paar exclusives bijgekomen. Alleen, ik ga gewoon heel eerlijk met jullie zijn. Ik ben niet zo bekend met alle Pokémon, dus ik merk dat niet. Hey Pieter Post. Kijk, ik wil hem niet doodmaken. Hoe doe ik dat? Of zal ik gewoon... Ik
Gooi gewoon een bal op hem. Misschien werkt het wel. Hé, hey, Lonneke. Ik wil heel graag het rondje hebben. Nee! Don't you dare! No! Ja, maar ik wil hem ook niet... Ik wil hem ook niet klappen. Want dan gaat hij dood. Met zijn mooie blauwe ogen. Kan ik het nog een keer proberen? Dat hij gewoon even tijd nodig had. Die gewoon nog even moest wennen aan mijn bal. Ja, hij moest gewoon even wennen aan mijn balletje. Super lief. Ik vind deze Pokémon leuk. Deze Pokémon is leuk. Nee, ik ken ze. Ik stuur hem wel naar de box hoor. Ik wil hem gewoon graag hebben. Ja, ik ben dus niet zo op de hoogte. Ik ken alleen maar de eerste twee generaties wel aardig goed. Hier ligt daar een balletje. Jigglypuff, maar die heb ik. Ik weet niet of ik die al heb. Kijk dat staartje. Oké, Jigglypuff. Ik wil wel een Jigglypuff. Ik heb shield, Sanneman. Kan ik Jigglypuff ook gewoon met zo'n bal vangen? Gaan we sowieso twee ballen kosten, denk ik. Oh nee! Jigglypuff heeft er gewoon zin in. No. Oh, wacht. Wil ik swappen? Nou, ik heb... Hey, is mijn Ductrio. Die wil ik helemaal niet wegdoen. Ik heb een perfect team. Ik vergeet nooit de Jigglypuff dat je zo inslaat deed en dat dan op je gezicht ging tekenen. Op je slaap. Oh, ja. Jigglypuff is echt badass. Je doet allemaal dingen in je slaap. Het Ductrio is gewoon vet, Steve. Don't you dare kijk! Hier zitten er nog meer. Moet ik ze vangen? Is dat... Ja, hallo, ik heb zelf een Ductrio. Wat vraag jij? Ja, top. Ik kan goed Diglett vinden. Ja, op zich. Wow, 150 Diglett! Ajax Town, ik weet niet of ik het al had gezegd, maar dankjewel voor je follow. 150 Diglett! Ik moet wel echt mijn Pokémon ergens reviven. Die zijn allemaal door die eindbaas, zijn ze gekild. Zo, laat even ze dan zien. Of zij. Oh, dus ze vinden het niet leuk dat ik ook een student ben. You're sure? Ik heb niet aan van die events meegedaan, Swissler. Saar.
Why? For what purpose is she here? Nou, gewoon. Ik ben ook maar een mens. Eyelight? Of Ichlight? Dankjewel voor je follow. Hey, Beukertje. Hoe is het met Beukertje dan? Jeetje. Ik weet niet of ik het goed zei net. Maar ik noem je even Ichlight. Of IGLight. Dankjewel voor het subje. En Beukertje, dankjewel voor je follow. Wat gezellig. Wat leuk dat jullie er allebei zijn. En dat Eyelight. Gewoon een subje erop. Dankjewel. Hey Kim. We zijn dus op zoek naar 150 Diglets. Oh, daar komt die verdomde konijn komt op me af. Die ken ik nog wel van een DS-versie. I want cookie. En dan ook nog eens 500 pits. Dankjewel. 10 emotes gedeeld. Hey Vera. Oh, het is een guy. Oh, sorry. Ik dacht dat het een jongetje was. Of een meisje was, bedoel ik. Shit. Focus blast. Ja, dat dacht ik ook. Ik vroeg wel van, jongens, is het nou een vrouw of een man? Ik zie het niet echt. Niet dat het echt uitmaakt, maar... Hé, hey, wacht. Is dit niet een... Hij zit hier. Dik, ik zag er nog eentje. Volgens mij. Hier zo. Dit is er ook een. Oh, ik vind het wel leuk om Diglets te vinden. Is dat niet een van de main goals van de DLC? Diglets vinden. Ik zie er daar ook nog een. Een tutorial op YouTube, maar ik wil gewoon zelf die Diglets vinden. Dat vind ik nou wel leuk, een Diglet hunt. Vindt die Diglets alsof het los gaat is op het strand. Zit er alleen zoveel in elke area. Oh. Ja, ik voel dat wel een Diglet hunt. Het is meer een extra. Diglet is een van mijn favoriete Pokémon, jongens. Ik heb niet voor niks een Dugtrio in mijn team zitten. Dit ging best netjes. Oh. Nou ja, op zich heb ik gewoon een prima fiets, weet je. Jij, daar ga je weer geld voor vragen, zeker. Oké, ze wil me fiets. Doe maar sparkling white. Oh, je wacht. En hoe deed ik dat ook weer? Ik weet niet of je verder... Kijk. Wow, kijk mijn witte fiets, jongens. Oeps. Ik ga rennen. Ik wil deze niet slaan. Ik ben toch sterk. Dit is zielig. Dan maak ik dat ding weer dood. Even kijken of ik geen dik mis. Ja, dat is een krab. Woe!
Die is heel groot. Ik fiets wel even verder. Ik vind opeens die Diglett hun te veel werk. Bal. Kan ik geen bal op de fiets pakken? Woehoe! Oepsie. Oepsie popsie. Ik vind een witte fiets wel mooi. En wacht. Found you. Diglett. Ja, die interesse was vrij snel weg. Ik vind het wel even vervelend dat ik niet op de fiets die Diglett mag pakken. Kan ook hierheen. Wat ga ik doen? Hier zit volgens mij zo'n bal. Hey, een Pikachu. Pika pika. Pika pika. Kijk daar. Oh. Ja, maar ik hoorde dat mensen de Pokémon van Sun en Moon niet zo leuk vonden. Ik heb die niet gespeeld, dus... Ik heb geen mening, maar... Ik moet niezen. Ah! Zo. Je kerkt. Ik vind het ook heel raar dat ze dan ineens een andere outfit aan heeft. Waarom hebben ze niet gewoon... Ja, waarschijnlijk voor het animeren dat het een beetje lastig was om al die outfits dan... te doen. Ik word aangevallen. Heb je Sun and Moon wel gespeeld? Dankjewel, Sanneman. Wat een lelijke Pokémon. Nou ja, dit is Pokémon shaming. Poké shaming is dit. Ik ga het niet doen. Ik ga geen Pokémon shamen, maar hij ziet er echt uit als een mislukte kever gewoon. Hij heeft net zoals ik gewoon een beetje... Dat is meer een rupsje. Die Pokémon was gewoon mooi op zijn eigen manier. Het spijt me. Het spijt me. Hier ligt ook nog wat. Hé, nu kan ik het wel pakken terwijl ik op de fiets zit. Diglett, where are you? Diglett. Nee, ik moet ook pakken. Zij wil sowieso... Wil jij vechten? Oh, nou ja, waarom moet ik nou weer een fucking milk tank? Die fietsoutfit is echt super lelijk. Ik hou niet van een fietsoutfit, maar het is ook gewoon raar dat switcht. Maar ik weet wel waarom ze het hebben gedaan. Gewoon te veel moeite om al die outfits te animeren. Ja, ik heb Shield inderdaad, Kim. Ben jij voor Sword gegaan? Milk Tank is niet leuker dan Ductrio. Misschien beter, maar niet leuker. Hey Michael. Hoe is het met Michael? Vang die Gumi. Is hij zo goed? Moet ik hier wel zijn? Volgens mij moet ik hier niet zijn.
Er ligt daar wel een bal. Let me get that ball. Hey Bartje Bo, love the achievement, man. Jannes Fransje, dankjewel voor je follow. We zitten bijna op die 16.069. Nog één follow en we hebben 16k en 69 volgers. Dat past bij dit kanaal. Oh, je hebt ook shield. Toch wel. Ik ga denk ik morgen mijn headset aansluiten hierop. Ik ga mijn leven beteren. Ik heb dus een beetje oorontsteking. En het doet echt best wel pijn met mijn oortjes in. Maar ik denk nu, want ik heb ook pijn aan mijn kaken. Ik denk serieus dat het dan toch mijn verstandskiezen zijn waar ik dan last van begin te krijgen. Ja, het staat niet echt met elkaar verbonden, right? Kan je oorpijn krijgen van je verstandskiezen? Wacht, wat heeft ze gepakt? Kan doorstralen. Zou dat zo zijn? Ja, ze worden getrokken. Hij zei dat ik er last van kon gaan krijgen. Het loopt nu echt een beetje door naar mijn kaken. Dus ik begin te twijfelen of het niet dat is. Waarom loop ik hier nog? Want volgens mij moet ik hier niet zijn. Je kan die fiets gebruiken om onderwater. Oh, echt? Oh ja, daar kon ik gewoon doorheen, hè? Is dat not sure? Kijken. Ik kan er gewoon overheen. Doei, Dark Games! Leuk dat je even erbij was. Ik ga even terug. Misschien kan ik ergens anders heen. Dankjewel, Nasso. Kan ik hier niet gewoon naar binnen? Nee, blijkbaar niet. Blijkbaar doe je dat ook in Pokémon Floor. Ik was helemaal daar aan het chillen terwijl ik hier moest zijn. Wat een nieuw student. That's me. Speel je dit op de Nintendo? Ja, ik speel dit op de Nintendo Switch. Hij is goed met zijn handen. Always making something new. Oké. Dankjewel, Nasso. Wow. Ik dacht even dat hij geen ogen had. Nice to meet you. Hey Job! Hoe is het met Job? Nee, ik ben niet red. Ik moet echt even die Pokémon... Of zijn ze al gerevived? Nee, hè? Ah, ik kan ze wel even gewoon healen met een dingetje. Oh, ze zijn allemaal gewoon... Oh, joh. Dat weet ik veel. Dan ben ik ready. Yes. I'm ready.
Wojo, wojo. Hey, ik start met een andere Pokémon. Wat gaan we eens doen? Ik ga voor... Ja, wat werkt goed op zo'n ding. Een Dragon Pulse? Toen iemand mij tijdens de stream ging fixen, ging iemand jou... Wie ging jou fixen dan? Dit moet werken. Kijk, dit werkte best effectief. Beter dan echt. Ja jongens, Ekans is een slang. Dus het omdraait. Ekans is het snee. Beseffen jullie dat wel? Ja precies, best leuk, wilde het net zeggen. Nee, ik ga niet switchen. Ik heb prima met deze Pokémon weg. Shinx, die wil ik best wel graag. Shinx had ik namelijk vroeger in Pokémon Diamond. Ik ga hem nu wel doodmaken. Shinx! Shinx is echt super cute. Shinx is echt super cool. Ik heb deze Dojo Master verslagen. Wat een topper ben ik. Is het een Anouk? Zijn de dojo's de nieuwe gyms in deze Pokémon? Ik heb me echt niet ingelezen over de Pokémon DLC, maar dat zou kunnen. Wow, ik zie er wel zo leuk uit. Ik voel dit pakje wel. Hey dinges. Ik voel dit pakje. Maar momenteel kut, mijn verstandskies komen door, dus plagen dat ik muziek voel en dacht... We hadden het er net over, de, Anouk. Want ik heb heel erg oorpijn en mijn tandarts heeft dus gezegd dat mijn verstandskies eruit moeten. Binnen nu en een paar weken. En ik ga dus in september pas, want ik heb het wel echt uitgesteld. Maar ik heb best wel pijn aan mijn kaken nu, maar ik weet niet of dat gewoon komt omdat ik dus oorontstekingen heb. Of dat het komt door dat mijn verstandskiezen, dat ik er gewoon last van krijg. Ja, ik heb wel scheid hoor. Als ik helemaal met een of andere rare bek zit, ga ik alsnog wel streamen. Dat is op zich wel grappig. Ja, mits ik echt niet kan praten. Ja, die gyms hebben... Ik heb de base game, het verhaal van de base game helemaal uitgespeeld. Slowpoke. That speed. I've never seen any slowpoke move so fast.
Nou, in real stream bij de tandarts vind ik te ver gaan. Oh ja, bij mij mogen ze blijven zitten, maar ik heb heel erg pijn eronder. Mijn ogen, het straalt door naar mijn hoofd. Maar, oh nee, maar dan moet je ze er wel echt uit, dan moet je je er overheen zetten hoor, Anouk, als je er echt last van hebt. Hey Noobstar! Dan zou ik je er wel echt overheen zetten. Zo, die kinderen. Wat een moed. Hé, hey, zuivelduiveltje. Nou, ik voel hem wel. Ik blijf wel... ik voel de outfit wel. Hoe is het met onze enige echte zuivelduiveltje? Mag ik hier dan nu niet langs? Oké, daar mag ik duidelijk niet langs. Shinx kun je vangen bij Challenge Beach als het dondert of regent. Anders spant deze Pokémon niet. Oeh! Ik vraag me altijd af hoe mensen dat ontdekken. We hebben een wortelkanaalbehandeling meegemaakt en volgens de man was dat 10 keer erger. Ik ga wel lekker slapen hoor. Oh Anouk, maak me niet bang. Ik moet ze nog laten trekken. Ik ga in september moeten ze getrokken worden. Dat wordt wat. Oh, succes Floor. Het is weer niet zo geloof ik. Daar heb je de Pokédex voor, maar je ziet toch niet, als je ze nog nooit hebt gezien, dan staan ze toch niet allemaal in de Pokédex. Oh joh! Ik vind de evolutie hiervan wel minder mooi. Heeft hij ineens stevige bakkenbaarden. Nee, ik ga ook niet te lang door, want ik merk dat ik ben nu al best wel een beetje moe. Ik denk dat het ook nog door Walibi komt, dat ik... Ja... De hele dag daar heb gelopen en natuurlijk heb gereden heen en terug. En ik vind rijden best wel vermoeiend. En dat ik misschien daar nog een beetje mijn energie van... Jeetje, Rogier! 42 abonnementen heeft Rogier je cadeau gedaan. Dat is niet normaal. Dankjewel, Rogier. Bizar. Super lief. Ik ga morgen denk ik wel echt in de avond Bioshock spelen. Nou, kom op. Ga in de bal. Ah, oh, dankjewel. Kief. Oké, hij wil er echt niet. Hij wil niet in een great ball. Misschien moet ik hem toch een keer raken. Hier gaat hij vast niet direct van dood. Oh no. Kijk. Ja, ik ook, Kim. Die vind ik ook cooler, maar toch. Ik wil hem wel vangen. Hoppatee. Even kijken hoor. Cosmic Power. Nee, dat hoeft niet. Ja, ik wil het opgeven. Er zit niks achter, jongens. Ik hoef hem gewoon niet. Ja, ik had vroeger wel een Shinx in het team. Bij Pokémon Diamond.
Oh, nee, ik ga niet swappen. Ik ga niet swappen, want ik heb op zich een sterke Pokémon. Ja, ik speelde vroeger heel veel Pokémon Diamond. Dat is eigenlijk de enige Pokémon waar ik helemaal weg van was. Ik vind dat een prachtige emote, Pedro. Kan niet beter. Kan echt niet beter. Kijk, wat zegt die man nou als ik wat van die... Oh, 6. 6 meer. Oké. Okay. Oh, krijg ik nu al een miauw? Tijnt. Het is een vrouwtje volgens mij. Dat is een vrouwtje. Ik stuur alles naar mijn box. Ja, pijnlijk genoeg wel, Tijnt. Ik heb niet zo heel veel Pokémon gespeeld. Ik was echt meer van Zelda. Ik vind de gameplay van Zelda ook wel gewoon leuker dan Pokémon. Het spijt me zeer, ik mag het vast niet zeggen. Misschien dat ze hier nog Diglett zitten. Doei, Lonneke! Ja, Pokémon Diamond. Pokémon Diamond was echt mijn main. Hey, Yulti. Ik ga nog even wat Diglett zoeken en dan ga ik er wel een einde aan brengen. Want ik merk dat ik echt heel moe ben. Ik ben echt heel erg moe. Dat heb ik eigenlijk al sinds tijden niet gehad. Dat ik echt best wel op tijd wel ook echt heel erg moe werd. Juist misschien door mijn... was dat? Waar had ik een gele gloed over zich heen? Wow, Rogier! 5 subjes! Jeetje, dankjewel! Komen ze nou in beeld trouwens? Ja, ze komen wel in beeld. Gelukkig. Dankjewel, lieve Rogier. Dat vind ik echt super, super lief. 370 subs. Ik moet eerlijk bekennen dat ik even niet meer weet waar we op zaten toen vorige week. Dat weet ik eigenlijk niet meer, maar ik vind 370 subs nog steeds bizar. Dankjewel. Jeetje, die Rogier. Ik stap er spontaan van op mijn fiets. Staat op 400? Oh, joh. Dan zijn jullie mij niet massaal gaan verlaten. Gelukkig maar. Al moet je morgen om 10 uur werken, Jopie. Oh, jeetje. Ik zit een beetje vast. Ik kan hier naar achter. Hier zo. Oh nee, daar ben ik al geweest. Ik kan terug. Ik ga maar deze guy kijken. Oh, 10 uur lang. Zo. Ja hoor, cijfertje. Oh, dankjewel dat je nog even vraagt, lief. Slaap lekker. Slaap lekker, jongen. Zuivert ook wel een goed ritme. Ik ga daar aan meedoen. Van 8 tot 6. Ja, daar zou ik ook wel. Daar word je het moe van. Nee, daar is. Wacht, hier mag niet. Let me take that. Hey, Emmaatje. Hoe is het met Emmaatje? Ja, als je zoveel moet werken, dan ben je ook nog helemaal dood gewoon. Maar ja, dat is, ja. Het is niet iedere week zo gelukkig, toch? Pikachu.
een ritme naar vakantie? Nee, ik denk het niet. Waarschijnlijk als ik ietsje fitter ben dan vandaag. En me iets beter voel. Dat ik weer in mijn oude slechte ritme val. Jij gaat zo trots op me zijn. Ik heb net mijn afval weggegooid. Nou, schat. Wat een toppertje ben je. Hoe lang lag het al te rotten? Oh, I'm not ready. Ik voel erachter dit ding en een diglet zit. Mijn gevoel zat fout. Ja, ik ga nog wel de nugget stream doen hoor. Die gaat zeker nog komen. Hé, hey, er ligt nog een gele bal. Take that gele bal. Nee, er zou nog eens bij moeten komen. Kan ik wel stoppen met Twitch, joh. Mocht elke week zijn met werken. Ja, man. Het is wel echt naar. Maar je hebt altijd... iedereen heeft wel periodes dat je iets minder kan streamen. Of andere tijden aan moet nemen. Omdat je gewoon andere prioriteiten hebt. Waar haal jij voornamelijk je kleding? Pretty random, but still. Vind je mijn kleding leuk, Kim? Ik haal heel veel van mijn kleding bij de Urban Outfitter. Want die hebben heel veel van die oversized jasjes en truien. En daar ben ik nog weg van. En eigenlijk van die plofmouwen, of hoe noem je dat? Van die ballonmouwen en zo. Dat vind ik mij wel goed staan. Omdat ik ben natuurlijk een beetje krakkemikkig. Dus dan dat het oversized dingetjes, die vallen wel leuk. Dus Urban Outfitters... Daar komen eigenlijk bijna al mijn jassen en zo vandaan. En truitjes. En mijn broeken koop ik altijd bij de Monkey. Vrijwel allemaal broeken. Mits ik kruidjesbroeken heb en zo. Dat koop ik overal nergens. Bershka, Pull&Bear. En waar koop ik nog meer? Schoenen. Heel veel Dr. Martens heb ik natuurlijk. En ik heb tegenwoordig ook Buffalo's. Vans draag ik heel veel. Als gimpen. Dat zijn eigenlijk een beetje mijn sport of mijn sportieve schoenen. En even denken hoor. Ja, vroeger had ik ook wel van die alternatieve Amerikaanse sites waar ik bestelde. Maar daar moet je soms wel eens van die invoerrechten voor betalen. Dus dat doe ik echt alleen als ik iets heel aparts vind en... dat ik het heel graag wil hebben. Ik weet dat niet heel veel mensen er dan in lopen. Dus ja, dat een beetje. Maar ik probeer ook wel vaak weer nieuwe webshops. Gewoon als ik iets leuks... als ik echt specifiek naar iets op zoek ben. Ik zit een beetje vast. Er staat er niet gewoon wat ik moet doen. Oh, de fast slowpoke. Ja, dan moet ik terug. Oké, dat ga ik doen hoor. Geen enkel probleem. Ik ben nou wel ver doorgelopen. Nee, wacht. Ja, ik heb echt 5 paar Dr. Martens. Ik vind ze ook zo lekker zitten. Heel veel mensen hebben moeite mee om ze in te lopen, maar ik vind het zo chill. No. No, je liet me een of andere koe zien net. En waar koop jij je kleding dan, Kim? Hebben we een beetje dezelfde stijl, of niet? Gewoon iets heel anders. Mag hier nog niet in. Oké, leave this place. Oké. Omdat je het zo lief vraagt. Die magische Dr. Martens zalf. Wat, Swissler? Bestaat er een magische Dr. Martens zalf? En waarom weet ik het niet? Nee, ik heb die zalf niet.
Kijk, ik ga even die sloop ook vangen hoor. Wat vind je van een frikandellenbroodje? Ja, dat is chill. Maar ik ben niet meer zo'n grote fan van frikandellen. Sinds ik die stream heb gedaan. Alleen maar regen op dit eiland. Ja, dat is echt deprimerend. Oké, ik ga snelle slowpokes vangen. Ik ga wel even met de fiets terug. Ik was hier lekker aan het verkennen, joh. Er zit hier een dinglet. Oh, joh. Ik verzorg mijn schoenen niet zo goed, maar er gebeurt... Je ziet ook niks aan Dr. Martens. Die blijven gewoon mooi. Tenminste, op zich. Kan ik niet fast travelen? Ja, ik ook wel, Kim. Maar dit zijn een beetje de main... Even 7. De main zaken. Town map. Zo, kijk, ik heb echt... Oh, hier... er staat gewoon op waar ik moet zijn. Als ik hier... Ja, en dan... Ja, dan kom ik er wel. Oeh, klinkt goed. Maar ik wil zwaar. Wil je mijn Fixbeer? Fixbeer, dankjewel voor die follow ook. Ook precies 16.069. Wat een fixgetal. Dankjewel, Goldbeam. Hier moet ik heen voor die slope ook. Wie? Oh, wie? Ik heb mooier haar dan wie? Oh, ik reed vol in een Pokémon. Oh, is your girl Peach? Is your girl Peach? Die ken ik niet. Het klinkt wel leuk. Dankjewel, Kier. Oh, dankjewel, Fixbeer. Wat een Fixbeer in de chat. Wow, wat een lijpe aanval voor zo'n klein dingetje. Dankjewel, lieve Rogier. Het is weer de road to de 400. En hopelijk komen we ooit terug op de 400. Ik ga niet nu kijken, Goldbeam. Ik doe Dragon Pearls. Misschien helpt het. Het is wel vrij sterker. Weg ermee, Wooper. Vijftig is toch een mooi getal, dankjewel. Hier. Super lief. Hier mijn follow, babe. Dankjewel, Goldbeam. Welkom op dit kanaal. Ik hoop dat je het naar je zin zult hebben. We spelen van alles wat. Vanavond Pokémon. Ik wilde eigenlijk Bioshock Infinite gaan spelen. Maar het werd toch Pokémon. En bij nader inzien is dat op zich niet zo heel erg. Want de shooter is best wel hectisch ook. Ik ben een beetje duffig vandaag. Oh, ik zit al goed. Moet ik hier zijn? Zie die slowpoke helemaal. Wat is dat? Dat is hem, denk ik. Oeh! Nee, je hebt er nu 49 volgers. Volg je wel eens kijkers en anders bijzondere kijkers? Ja, ik volg bijvoorbeeld wel wat mods op Instagram. Zodat ik een beetje kan zien wat ze allemaal doen. Maar ik volg mijn kijkers niet echt op andere social media kanalen. Maar ik ben wel heel blij dat jullie mij volgen hoor. Ik ga er niet van. Dat vind ik super leuk. Hey Ginger Derby, wil je mij volgen? Ik vind het... Fixbeer, ik vind het echt een... Dit is een typische Fixbeer opmerking. Ik moet even deze sloop ook... eventjes burnen. Mijn vader zegt dat de mic beter klinkt, jongens. Zijn jullie het daarmee eens?
heeft mijn vader gelijk of niet? Ik ben benieuwd of de mic het ook oppikte. Anders heb ik het niet goed ingesteld. Ik heb maden. Wanneer ga je Counter-Strike spelen? Ik ga geen Counter-Strike spelen, joh. Dat speelt toch moeilijk. Ja, papa Verhoeven kwam even zeggen dat hij goed klinkt. Ik merk geen verschil. Ja, misschien moet je dan een oude stream terugkijken. I don't know, probeer eens te fluisteren heel dicht bij de mic. Nog eentje voor de zekerheid. Dankjewel Rogier voor dat subje. Dankjewel. Oké, we hebben de slowpoke. We hebben de slowpoke, jongens. Heb ik er nog? Ik moet er drie. Oh, ik moet drie vangen? Zoveel. Oké, ga verder. Zou het daar zijn? Waarom kijkt zij zo raar? Oh, zij is ook op zoek naar vet slopen ook natuurlijk. Nee, ik moet hier echt niet zijn. Nee joh. Hier moet ik niet zijn. Made heeft toen een event gedaan dat iedereen die haar followde, ze terug zou followen. Oh, echt? Ja, daar krijg je wel veel volgers van, denk ik. Maar ja, dan heb ik een hele tijdlijn vol met mensen die ik niet ken. Dat hoeft niemand te weten. Nou, zo haal ik wel die 5000. Misschien moet ik dat ook doen. Jongens? Als ik deze stream de 5000 volgers aantik, dan volg ik iedereen terug. Hoor ik iedereen terug die me deze stream heeft gevolgd. Maar dan moet het wel deze stream lukken. Dat zie ik niet gebeuren. Wow, wat is dat joh voor ding. Ik zie helemaal die andere twee slowpokes niet. Sarah op die Instagram. Ja, nou wil ik het ook halen. Ik post niks op Insta, dus van mij zul je geen last hebben. Dat is oneerlijk, wij volgen al veel langer. Ja, een beetje wel hè, maar ja. Dat is een beetje hetzelfde als met magazines. Dat nieuwe abonnees, die willen ze binnenhalen. En die krijgen dan allemaal cadeautjes om een abonnement te nemen. Of mensen die mogelijk abonnee kunnen worden. En de mensen die al jaren abonnee zijn, die krijgen niks. Dat soort dingen zijn gewoon oneerlijk. Luna, dankjewel voor je follow. Luna Lab Sims. Ook nog verder met Sims binnenkort. Ja, maar als iedereen massaal gaat ontvolgen, dan haal ik het alsnog niet. Deze tellen niet mee, hè? Deze slowpokes. Die zijn niet snel. Of tellen deze slowpokes ook mee? Moeten ze allemaal zo rennen zoals die bizarre... Sloop ook van net. Dan kan ik hem niet vinden hoor. Als er drie moeten zijn. Heb ik er nu al genoeg? Oh, een sloop ook. Daar zat ik echt op te wachten. No. Oh, dankjewel Drama Rino. Ga ik terug. Fiets ik wel terug. Nee, maar dan weet je niet meer wie je terug moet volgen. Ja, nou ja, ik volg dan in de tijdspan van nu. Tot aan die 5k, zeg maar. Gaat wel lastig worden, dat wel. Ja, dat was gezellig, Steve. Oh, kijk, daar is hij. Daar is hij. Waarom ga je zo snel?
Hij is sneller dan het licht. Oké. Ik kan dit. Ik kan dit. Waarom gaat mijn fiets zo langzaam en niet slopen zo snel? Oké, misschien moet ik tegen hem aanbotsen. Ik ga een andere richting. Kom dan, sloop. Ga ik tegen een andere Pokémon aan? En nog een lelijke ook. Vrouwen, koeien, koeien. Nee, vrouwen en koeien. Oh, het was ook niet... Ik dacht dat het een stelling was. Maar ik las de opmerking erboven niet. Kijk. Got it. Ik speel Pokémon Shield, Luna. Ik speel lekker Pokémon Shield. Ah joh, dat mag ze best vragen hoor, klein boefje. Wat een klein boefje ben jij. Nou ja, koeien smaken best wel lekker op een burger. Arme koeien. Ik vind koeien ook wel lief in de wei. Samelle, dankjewel. Oh, dankjewel. Leuk dat je erbij bent. Ik wil zeggen dankjewel voor die burger. Even een burger in de chat, joh. Mijn brein is helemaal in de war. Zijn kan er niet, ik weet het. Ik moet nog eens lopen. Oeh, Samelle, maar gelukkig ben je morgen niet meer dronken. Dus dat hoop ik voor je. Kijk. Dit was net nog een... Auw. Hij heeft ook gewoon zijn eigen vork met zijn vork vast. Je moet eens zien als je ze moet melken, Saar. Vooral degene die de hele melkstal onderscheidt. Ja, een vriendinnetje van mij, haar opa had een boerderij. Daar ging ik wel eens mee. Daar kon ik die dingen ook allemaal zien, inderdaad. Ik ga voor Dragon Pulse. Ja, het is wel kut, maar... Misschien als je nu heel veel water drinkt... Dat het dan nog goed komt. Hoop ik. Slaap lekker nog hier, dankjewel voor al die subjes. Hopelijk heb je een goede nacht. Oké, we gaan naar meneer Mostert. Want we hebben ze allemaal gevangen. Nee, dit wil ik niet. Dit is ook een stom Pokémon. Ja, dat is vervelend. Nou, ik doe wel aardig hoor. Dat kan Burgle Beam. Oh, dankjewel Luna. Het is wel lastig bijhouden hoor. Deze haarkleur. Een beetje bang van die bison die iedere keer spant. Weer naar binnen. Hey John Ouweland.
Well mastered. Zo slecht. Wil je mijn vriendin worden? Ben al lang single en op zoek naar een roodhaag. Ja, zo gemakkelijk gaat het helaas niet. Zit je op Tinder? Nee. Oh, dat vrouwtje met die gekke hoed zit niet in Sword. Nee? Is het anders? Waar doet papi dan al die moeite voor? Yes, ik ben echt... Maar dat mag je niet meer zeggen volgens mij, hè? Volgens mij mag dat niet meer. Het woord simp mag volgens mij niet meer. Dacht ik. Nee, John. Ik heb geen wartortel. Oh, wacht. Ik kan kiezen. Ik ga voor... Ik denk dat ik... Oeh, ik vind het lastig. Waar gaan we voor? Voor Squirtle of voor... I don't know. Ik ga dan denk ik liever voor... Ja, ik ga liever voor dit. Het is gewoon anders dan in Sword. Ja, ik vind deze wel leuk. Nope. Toolbox. Nou, oké, dat is wel nice. Max soep. Als ik aan soep denk, denk ik altijd aan die oma van Wind Waker. Ja, daarom. Dus ik moet het wel vermijden eigenlijk. Ik vind het helemaal geen erg woord, maar... Oh, dit is de volgende trial. Oké. Ga ik doen. Lekker paddenstoelen verzamelen. Yes, even 7. Oh, ik wil niet... Even 7 en dan ga ik er een einde aan breien, denk ik. Want ik ben heel moe. En ik kan het gewoon niet meer volhouden anders, jongens. Ik zou graag willen, maar het is op, de energie. De energie is op. Even kijken, hoor. Wie er allemaal live zijn ook nog. Laten we eens naar... We zijn nog bezig met iets. Gewoon chatten. Koffie is ook nog live. Maar we gaan eens naar iemand anders die mij ook al vaker heeft gereed. Maar we moeten even kijken. Ze is nog live. Oké, laten we lekker naar haar toe gaan. Jongens, ik wil dat jullie allemaal op het volgknopje bij haar drukken. En dat jullie natuurlijk wat korreldepjes in de chat gooien. Lijkt me hartstikke leuk. Zeg ik voor nu ayu paraplu. Ik denk dat ik morgenmiddag mogelijk wel Zelda de Wind Waker ga spelen. Ik ben sowieso in de avond live.
Dan ga ik Bioshock spelen. Ik zal sowieso even het schema in de Discord plaatsen. Uitroepteken Discord in de chat nog even. Uitroepteken Instagram, uitroepteken Twitter. Blijf je op de hoogte van alles wat ik beleef en wanneer ik live ga. In principe is het altijd van maandag tot met vrijdag. Maar het was eventjes een beetje rommelig door mijn privéleven. Zeg ik voor nu aan jullie paraplu. Dankjewel voor het kijken. Dat vinden jullie alsnog waren. Dat doet me heel erg goed. Dat er dan toch weer 100 man meteen die chat in komen. Vind ik super, super, super fijn. Weet ik dat jullie mij niet vergeten zijn. En ja, dan zie ik jullie morgen weer. En doe even mee met de raid. Gooi even dat volgje. En gooi even wat liefde bij haar. En dan zeg ik van nu. Doedeledokie. Doei doei. Leotje, thanks for your follow. En Luna Love Sims, dankjewel. Oh, mijn oren. Was dat heel hard? Sorry, wacht. Zal ik het wat zachter zetten? Ik weet niet of dat kan. Oh my god. Tina de Phoenix, thanks for your follow. Steve, 13, dankjewel voor je follow.